Vicepresident Ronnie Brunswijk en de nieuwe directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij Paul de Haan hebben uitgebreid gesproken over het crisis- en herstelplan voor de SLM. De Haan heeft dit plan 2021-2023 aangeboden aan de VP. In dit plan is onder andere een traject opgenomen om te komen tot imagoverbetering van de SLM. Verder zal het logge personeelsbestand worden aangepakt. Om de operationele kosten te helpen dragen is aan de regering een maandelijkse ondersteuning van 2 miljoen Amerikaanse dollars gevraagd. Deze ondersteuning wordt aangevraagd voor de periode van 1 jaar. De carrier vraagt de regering ook om de parastatale en overheidsafdelingen voor hun cargodiensten van en naar Suriname te verwijzen naar de SLM. Hiermee zal een groot deel van de operationele kosten worden gedekt. De verzoeken van de luchtvaartmaatschappij zullen binnen de regering worden besproken.